paar maanden geleden hebben wij een handelaarsvergadering gehouden. Waarin we jullie, en dat bedoel ik mee de gezamenlijke handel, hebben gevraagd om eens te kijken naar een junior KZ2. En jij bent er eigenlijk als eerste mee aan de slag gegaan. Vertel. Ja, inderdaad. We hebben die vergadering gehad en daar is eigenlijk naar voren gekomen dat het... Dat er toch wel vraag is naar iets, een nieuwe uitdaging. Omdat je dus, ze gaan meestal vanuit een juniorklasse naar de KZ-klasse. En daar zijn ze meestal dan toch nog niet helemaal voor klaar. Toen is eigenlijk het idee ontstaan door verschillende mensen. Om dus een KZ-junior, wat in Amerika ook gedaan wordt. Misschien een interessante prikkel voor de markt kan zijn. Dus ik heb een testbank en daar ben ik op aan de slag gegaan. Om eens te kijken of we dus een KZ ook gewoon dusdanig kunnen nijpen, waardoor het langer heel blijft. Dus de runningkosten dus toch laag kunt houden, veel lager dan normaal de KZ2 is. Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Qua karts en motoren is natuurlijk heel veel op de markt gebruikt te krijgen. Koop je het nieuw, ben je inderdaad wel een hoge investering. Maar als het dan vrij lang heel blijft en het is een enorme uitdaging en een prikkel, zou het heel interessant kunnen zijn. Dus, ja, dus dit is ook toepasbaar op een gebruikte kart of een gebruikte motor? Ja, want eigenlijk de insteek van het verhaal was om dus alle motoren die gehomologeerd zijn, daarvoor geschikt te maken. Nou, dan moet je dus zoeken naar een oplossing om dus op eenzelfde manier elke motor te nijpen. Niet dat daar verschil ontstaat waardoor je dus de ene motor heel goed is en de andere motor helemaal niet goed is. Dus een soort uniforme oplossing. Dat is inderdaad, dat was eigenlijk de insteek van het verhaal. Dus gezien ik mijn testbank en ik dat soort karts en motoren ook heb staan, zijn we mee aan de slag gegaan. En na wat speurwerk en veldwerk bleek het toch een hele eenvoudige oplossing. Door met een uitlaatrestrictor kunnen we het vermogen dusdanig nijpen dat je dus een acceptabel junior verhaal kunt krijgen. En bleek dus met een lagere toerental, dus eigenlijk met een ingreep van, zeg maar, het gaat misschien, nou, ik kan natuurlijk de prijs niet precies noemen, maar het is een restrictor die erin komt. Die zal niet veel kosten en dat is voor iedereen gelijk en het wordt op dezelfde plaats geplaatst. En hoe heb je dat ding ontwikkeld? Heb je verschillende versies, prototypes gebouwd? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ik heb inderdaad op de draaibank ben ik bezig geweest om inlaatrestrictors te maken. Met een coniciteit erin en uitlaatrestrictors, daar heb ik verschillende mee. En zo ben ik dus aan de slag gegaan op de testbank. Door al die dingen dus erin te doen en te kijken wat het vermogen. Nou ja, ik kwam al snel tot de conclusie dat het toch makkelijker is om het te nijpen dan we dachten. Door dus de inlaatrestrictor eigenlijk achterwege te laten, want dat bleek dus te weinig invloed te hebben. Maar de uitlaatrestrictor gaf een dusdanige vermindering van het vermogen dat ik begon met 16 pk. Nou ja, dat is natuurlijk niet goed. Want dan zit je zeg maar op een mini, zeg maar een dikke mini zit je dan. Dat is veel te weinig. Dat was dus veel te weinig. Je moet natuurlijk ergens komen tussen de 24 en 28 pk. Dat is een mooi streven, denk ik. Nou goed, dat hebben we ook gehaald. En er komt een heel net vermogen uit met een net koppel. En door de 6 versnellingen kun jij natuurlijk, ja, dat is gewoon een nieuwe prikkel. En je kan het spelletje nu eigenlijk leren wat je dus, de mensen die later de intentie hebben om te gaan schakelen, leer je dat spelletje vooraf in het junior verhaal. En dat is eigenlijk een beetje de insteek, dus eigenlijk een nieuwe uitdaging. En jij denkt ook wel echt dat daar markt voor is, dat dit wel een goede, positieve invulling kan wezen van de juniorenklasse in Nederland? Ik denk het wel. Ik denk dat er ook wel wat klasses weg moeten. Maar goed, dat zie je ook. De klasses die absoluut niet gevuld zijn in de junioren. Ik denk dat die misschien op termijn het niet zullen redden. En er blijven de goede klasses over. Kijk, je kan zien dat de KZ-klasse, ik geloof ergens van 1998 tot met 2002, dus nu, 2012. Dus 14 jaar houdt deze klasse stand. Dat zegt iets over de klasse en over de meetwijze en over dus dat je niet constant nieuwe motoren hoeft te kopen. Nee, want in het buitenland zeggen ze vaak van de KZ2 category is the only multi-brand category that works. Waarmee ze eigenlijk aan willen geven van eigenlijk het enige concept met meerdere merken wat eigenlijk net zo functioneert als bijvoorbeeld de Rotax Max. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, de Rotax Max is natuurlijk een eenheidsklasse.
ben ik ook zeer erg tevreden over. Maar goed, kijk, sommige mensen willen dat eigenlijk liever niet. Maar goed, gaan dat wel doen, omdat ze bijvoorbeeld... ja, de volgende stap is KZ, maar daar is geen andere oplossing als je dus in Nederland zou willen blijven. Kijk, ga je naar buitenland, heb je de intentie om meer in buitenlandse wedstrijden te pakken, dan is KF zeker een goede oplossing. Maar ik denk voor nationaal begrip, denk ik dat er misschien een nieuwe uitdaging moet zijn, een nieuwe prikkel. En daar is dit geschikt voor? Naar ons idee wel. Ze hebben natuurlijk, vandaag hebben ze van Tony Kart getest. Hier, ja, want jij hebt eigenlijk het stokje en je bevindingen even overgegeven aan Henk Maas en Twan Marcé. En die zijn hier echt op de baan mee aan de gang geweest. Je hebt dat denk ik wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ja, dat is zeker. Ik heb eerst het stukje veldwerk gedaan en daarna heb eigenlijk het team van Henk Maas en Twan hebben het stokje overgenomen. Die hebben dan ook hun steentje bijgedragen. En die hebben dus gewoon iemand erin gezet en daadwerkelijk op de baan getest wat onze bevindingen waren op de testbank. Hey, en zo zijn er nog meer handelaren die daar nu mee bezig zijn om dat uiteindelijk misschien tot een leuke klasse te brengen. Ja, en dan volgt het van de week waarschijnlijk weer tot een terugkoppeling. En dan gaan we met z'n allen weer verder kijken hoe we het dan definitief kunnen gaan reglementeren. Zijn daar nog bijzondere aandachtspunten voor deze klasse? Ik denk een paar aandachtspunten, denk ik zeker. De kilo's. Het moet natuurlijk evenredig zijn dan een andere juniorklasse. En niet dat ze met een onverstandige zware kart rondrijden wat niet in verhouding is tot het persoontje. Dat is één. Twee, denk ik dat er goed gekeken moet worden welke bandenkeuze het gemaakt moet worden. Want je moet dus eenzelfde idee creëren wat een rijder dus in de KZ-klasse dus doet. Dus de manier waarop hij op het gas moet gaan, dat hij niet door kan bouwen omdat het anders te glad is. Je kan er niet, naar mijn idee, hele zachte banden onder gooien. Want dan maak je de klasse ook misschien te snel voor een junior. Ik denk dat je een hardere compound band pakt. Dat waarschijnlijk een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de KZ junior, zeg maar, voor de toekomst. Dat hij met eenzelfde gevoel, dus die stapt dan op een gegeven moment met zijn 16 jaar over naar de KZ, naar de senioren, zeg maar. En dat hij dus hetzelfde spelletje moet doen als dus wat hij dus in de junioren heeft gedaan. En dan heb je dus denk ik een beter naartoe gegroeide coureur. Dus wat jou betreft hebben we gewoon in 2013 een vol veld in de KZ junior. Ja, dat zou heel leuk zijn. Wij zijn natuurlijk ook gericht op het schakelen. Met nog wat meer handelaren. Dus ik denk dat het een toegevoegde waarde voor ons en voor, ik hoop dus voor junioren kan zijn. Oké. Jacco Pauwe.